Park Veluwezoom viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Hoe gaan jullie als bewoners die verjaardag vieren? Nou, als ik echt eerlijk ben, dan vier ik het liefst gewoon mijn verjaardag toch redelijk burgerlijk. Gewoon thuis, gewoon kaas, gewoon worst, gewoon een cd'tje op. En dan hoop ik altijd dat iedereen zeg maar 's middags komt en dat ze dan niet blijven eten, maar dat uiteindelijk toch iedereen blijft eten en dat het dan ook nog laat wordt. Ja, hoe bereid ik me voor als ik naar een feest ga? Eigenlijk niet, want indrinken dat doe ik niet, omdat ik drink ook niet. Ik ben meestal ook de meest nuchter op het feest. Dan doe ik heel vaak een smoking aan, zodat ik de meeste aandacht krijg. Altijd lekker eten. En soms dansen we niet, maar dat eten we wel. Een feestje is voor mij een geslaag. Als ik ook heb kennen lachen en dansen en niet zijn zenuwachtig rondloop of iedereen het wel leuk hebt. Gaan jullie nog iets speciaals doen in het park? Ik ben gek op versieren. Ik doe het ook heel erg vaak. Ik ben er ook heel vaak succesvol in. Ik hou in principe wel van de Nederlandse traditie om slingers op te hangen. Dat staat dus wel gewoon gezellig. Maar vlaggetjes ook niet uit. En als ik er echt diep op inga, wat nu dus gebeurt, vind ik stoffen vlaggetjes nog het allerleukst. Ja, die vind ik het mooist.